Mark, eerste helft. Twee keer maken jullie uitstekend gebruik van de ruimte. Komen ook op een 2-0 voorsprong. Op dat moment dacht je van, nou, dat gaat goed zo. Ja, tuurlijk. Het zit heerlijk. Beginnen goed. Eigenlijk zoals we gewend zijn te spelen. Hoge druk zetten en snel onderscheppen. In dit geval drongen zij ons iets meer terug dan dat we gewend waren. Goede voetballende ploeg, DHC. Maar inderdaad, de ruimte die we daarbij kregen, benutten we. Ik denk binnen 5 minuten komen we 3 keer 1-1. En moeten we eigenlijk al 3 keer scoren. Dan gebeurt dat natuurlijk in de praktijk niet altijd. Maar 1-0 lukte sowieso, dus dat was prettig. Als je daarna na ruim een half uur ook die 2-0 kan maken, denk ik dat is lekker rusten. Dus dat was heerlijk inderdaad. Vlak na die 2-0, Paul erop, krijgen zij wel een dot van de kans. Gaat er dan niet in, dus je gaat met 2-0 lekker die rust in. Wat zeg je dan tegen de ploeg? Nou ja, niet zoals wij gewend zijn te spelen. Wat ik zeg, normaal spelen we iets hoger. Zijn we ook een voetballende ploeg. Nou, soms heb je een tegenstander die ook veel kwaliteit in huis heeft, zoals DHC. En er kwamen in dit geval niet veel hoger te staan. En dan drongen zij ons terug. Aangegeven dat op zich geen probleem is. Dat je ook lager kan staan, iets meer ingezakt kan spelen. Alleen de linies kort moet houden op elkaar. Dat ging niet altijd goed. Ze speelden een aantal keren goed donderdoor, zeg maar. De lange tussen de linies vrij sterk, elke keer vooruit eruit komend. Maar goed, als je hem dan wel 2-0 tot de rust kan aanhouden en je krijgt daarna vlak na rust gelijk een goede mogelijkheid om die 3-0 te maken, nou, dan krijg je goede hoop dat je hier goed weg gaat komen. Ja, goed, maar de eerste kwartier, echt een stempel kon je niet op de wedstrijd drukken. Je zag langzamerhand dat DHC toch een beetje meer initiatief ging nemen. Nee, zeker. Gewoon een goede voetbalploeg. En, ik hoorde voor de wedstrijd of van de week al dat Brouwer niet mee ging doen. Dan hoorde ik wat geluiden van, fijn dat hij niet meedoet. Nou, wat dat betreft vond ik het jammer, want dan zijn de spellijnen en de looplijnen wat meer op hem gericht. En die hebben we laten zien in de competitie dat we die 2 keer goed hebben weten dicht te houden. Maar in dit geval was hij niet bij. En dan zie je dat ze met heel veel bewegelijkheid en veel snelheid voorin ook heel gevaarlijk zijn. En dat ze een paar hele interessante spelers hebben, zoals die linksbuiten die continu voor gevaar zorgde. Nou, als daarna ook nog Jaris Seffela kreeg al binnen 5 minuten een gele kaart. Ja, dan moet je natuurlijk uit gaan kijken. En dan wordt die dreiging alleen maar groter. Goed, 2-1 wordt het dan. En dan leek het wel wachten op de 2-2. Want DHC begon wel erg te drukken. Ja. Nee, klopt. En, ik heb geprobeerd het middenveld iets vaster in handen te krijgen. Dat is lastig als je niet van achteruit direct doorzet. Dat is een keuze die wij maken, ook in combinatie met de snelheid achterin bij ons. Als je dat dan niet doet en je kan het wat langer vasthouden, en je kan vanuit die ruimte die we kregen, ook de eerste helft, je kan wel die 3-1 maken, dan is alsnog de wedstrijd misschien gespeeld. In dit geval lukte dat niet en zij vanaf de zijkant veel snelheid en dreiging. Nou, maken zij wel die 2 en uiteindelijk vanaf de tweede paal schiet de jongen goed in. Nou, met 2-2 moet je dan hopen dat we het mentaal om kunnen zetten en weer recht kunnen trekken. Nou, goed, zij zijn dan in zo'n flow dat ze dan uiteindelijk ook die 3-2 maken na de verlenging. Ja. Nou, goed, dat was natuurlijk een strafschop, die muntslag. Hij ging heel lang door. Ze probeerden hem natuurlijk al buiten de 16 aan te tikken, maar hij was zo sluw de 16 in te duiken. Ja. Ja, precies. Of die in 16 meter is, kan ik niet over oordelen. Maar er zijn de meningen over verdeeld. Maar hij moet natuurlijk al veel eerder opgepakt worden. Zo'n gozer moet je, als hij of de middenlijn al komt, moet hij al eerder een zaaier krijgen. Dus dat is wat. Dat heeft wat te lang geduurd, zeg maar. Dus, goed, dan breng jij nog Kettenis in. Natuurlijk de opdracht van zijn type. Gaan we wat een beetje oorlog maken in die 16? Ja. Nou, dat deed hij iets te letterlijk, denk ik. Nou ja, ik heb een hoop mensen inmiddels gesproken, ondanks dat het vlak kort na de wedstrijd is. En we zijn natuurlijk wel bevoordeeld, maar als ik ook mensen van neutrale toeschouwers en mensen van DHC hoor, dat het ook wel een penalty was toen hij onderuit werd gehaald. En dan denk ik van ja, scheids, als je dan zo bij de hand bent om hem neer te leggen de eerste keer, dan mag je hem de tweede keer ook wel neerleggen. Gebeurt niet. Inderdaad, hij was er om de oorlog te maken, dat deed hij goed. Maar wat je zegt, misschien iets te veel en dan moeten we de laatste 5 minuten dus met 10 man oorlog maken. Ja, dat wordt natuurlijk heel lastig. En ondanks dat, ik denk dat we nog steeds 2-3 hele goede kansen hebben gehad. En zonder dat we die niet afmaken dan. Goed, je gaat eerst wel ten onder. Je kijkt als debutant natuurlijk terug op een prima seizoen. Tuurlijk. Nee, net het eerste jaar haal je 54 punten. Dat hou je niet voor mogelijk van tevoren. Dat zijn normaal punten die je misschien als kampioen zelfs haalt. We zijn derde geëindigd, doen mee naar de na-competitie. Raar dat we die kruislinkse wedstrijd niet hebben, zeg maar tegen DMC moeten spelen, dat is zonde. Maar goed, uiteindelijk achteraf gezien verdient dat DHC gewonnen heeft, denk ik. Maar voor ons unieke prestatie dat je vanuit een promotie gelijk weer voor promotie naar de hoofdklasse kan spelen. Ik had graag naar Sneek gewild zondag, maar gaan eens kijken wat we nu gaan doen met het gezinnetje.